Zo, aangekomen op Detectival 2024 in Hertfordshire. Met de grote baas van Quest. Patty, goedemorgen. Nou, het ziet er eigenlijk al best wel gezellig uit. We moeten alles nog uitpakken, want we hadden vreselijke vertraging. We hebben echt 11 uur erover gedaan. Het vliegtuig delayed en... Canceled en weet ik voor wat allemaal. Dus shout-out naar onze gasten die met de bus de spullen hebben gebracht uit Nederland. Want die hebben ook alvast tents opgezet. Ik hoor mijn naam. Oh, dit is Rydia. Hey, dat ben ik. Ik hoor gelijk de goede ogen. Jeetje, Mina, wat een ding, joh. Ik ga bijna naast mijn schoenen lopen. Het is maar goed dat ik hooggeveterde schoenen aan heb. We hebben hier ook een glamping. Jezus. Oh my god. You can see from the pier. It looks almost the same like our Q35, but we make huge changes. First, we make a speaker larger. It's a 30 millimeter size, and then we put the battery inside the handle, so the weight point is lower. And we can save more energy when we're detecting. And the important stuff is our new 12 inches coil. It comes with generation 2 Gorilla. That means the shielding is better. We can show you later in the manual. And the most important is the semiotic technology. So now we bring the cost lower. With our Hyper-Q technology, it can go up to 80 kilohertz. But for this one, we can lower the cost and benefit our customers. So you can see here. So this is the introduction for the interface. Is so there's a numeric display of the target ID and the signal. Right now is a prototype. Yeah, here is a frequency. Let me show you. You just press this button and change from 5 to 40 and the semiotic 1, semiotic 2, semiotic 3. So here is a symbol of searching mode. I just press this button arrow and you can change from 5 modes. Right now we have only 4, but we will add more searching modes soon. Here is a meter of ferrous and non-ferrous possibility, the gauge. And here we put the target gauge here, so you can see is larger and more visible. Leuke nieuwe verfrissende interface. Gewoon wat facial upgrades. Nieuwe logootjes. Batterijtje hierin. Het zijn allemaal weer kleine veranderingen die het net even wat leuker maken. En goed eruit laten zien. Maar we willen natuurlijk wel weten of die ook een beetje zoekt. Het is een prototype. Maar we gaan in ieder geval wel alvast even zoeken.
En we gaan kijken of we wat kunnen vinden. Dus. Oké. Eerste target. The target. Will you dig it? It's 26. And it gives not iron. Yeah, the target ID is from 0 to 60. So under 10 is iron. 50. Yeah, so it's like 50. We're gonna dig it. Okay, let's try. It's pretty hot. We got it, Jason. Yeah. We got it. It's bigger than the hole, so it will break. So I go a little bit around it. We need a huge hand to dig it out. Ik heb hier iets gevonden. Ik zie bronskleurig. Maar ik zie ook dat het gebroken is. Dus we gaan er even voorzichtig omheen. Ja, misschien is het wel rotzooi, maar ik wil het in ieder geval netjes uitgraven. We hebben hem. Hij is eruit. Er is een puntje vanaf. Ik zou heel even kijken of het er nog in ligt, dit stukje. Maar dat is een, ik denk een bukkel, een gesp. Hij is heel zwaar. Maar we laten het voor gewoon zien en dan zien we wel wat anderen ervan denken. Nou, we hebben weer een goed signaaltje gevonden. Nou, je hebt het dik. Hey Clenny! Hey. Oh, je bent aan het filmen. Ik denk, ik maak een mooie foto van nee, me. Nee, ik maak niet een mooie foto van je. Oh, jammer. Ik ga toch geen foto's van jou plaatsen. Je mag wel in mijn video. Oh, oké, okay. Nou, daar ben ik ook heel blij mee. Zeg maar even, hallo alle kijkers. Nee. Hallo alle kijkers. Hallo alle kijkers. Ja, ja. De eerste munt van vandaag. It's not a hemi. Maar it's an old one. Een ouwe. Een ouwe ouwe. Een ouwe. Een ouwe. Kom eens even zien. Ja, maar je hebt niet echt lezen wat erop heeft gestaan, hè? Nee, maar ik kan wel zien dat het een ouwe is. Het is een beetje de duit van Nederland. Ja. Ik denk niet dat we zoveel gaatjes graven als in Nederland vandaag. Denk je dat niet, nee, met die bunkerharde grond. Godsamme, joh. Ze hebben het wel uitgekozen, hè? Ja, en dan kunnen jullie wel zeggen van je moet niet zo zeuren, maar Engelsen zeuren over het algemeen altijd over alles. Dus wij mogen het vandaag ook doen. Wat wel heel mooi is, is het uitzicht. Het is echt prachtig hier. Heel veel steen, hè? Muntje of iets. Ik zag het al. Knoop. Jammer. Na de break, ik loop nu naar Glenn, want Glenn zegt dat hij een Romeinse munt heeft gevonden. Dus ja, dat moeten we dan maar even bekijken of hij gelijk heeft. Let's have a look! Je ziet zijn gezicht er nog op zitten. Ja, dat is 100% een Romein. 100% een Romein. Cool. Heel gaaf. Nou, hij staat hier naast me. Heel gaaf. Ik wist het dus niet zeker, hè? Ja, super gaaf. Ja, ik had wel 80% het vermoeden, maar hij is wel een hele slechte staat. Maar... Nee man, hij is in een goede staat. Ja? Ja, ja, hij is 2000 jaar oud. Dus... Je ziet die vent er heel goed op zitten. Ja, hij heeft een mooi gezicht. Ja, hij had de tors drijven nog in zijn handen zangen. Fucking. Oh no. Broken. Oh nee, ik dacht dat het een zilveren munt was. Een hele coole zilveren munt. Wat is het dan? Fuck. Ja, deze is van. Zien? Van Elisabeth of zo. Ja, die is ook 80 jaar koningin geweest, maar. Die is van nu. Shit, ik zag dit zo leggen, hè? Zo, moet je kijken, Glenn.
Kom eens hier. Je weet wat er net is gevonden. Kom eens kijken. Ik zag dit zo leggen hier. Zo. Ja. Ja. Wat denk je dan? Ja, dan zou ik ook zo hard springen. Zo zag ik het leggen. Iedereen weet niet dat ze hier moeten zoeken. Fucking hell. Oh shit. Een knoopie. Just an ordinary button. I'm Nicola White. My channel is Nicola White Mudlark, just in case you want to take it out. Okay. And I haven't found a great deal today. I found the top of a crotal bell. Oh, that's but nice. Just the very top. Okay. I mean, it's really tiny. With the signs on top of it? No, I mean, it's very, very small. It's Did you say mudlarking? Yeah, mudlarking. So you're mudlarking in the Thames also? Yes, in the Thames. Oh, that's crazy. I follow you already. Oh, do you? I love. We don't have mudlarking in Holland. There's not such a thing. So yeah. If I want to see it, I come up yes, to you. Yeah. And there's another guy also. Yes, yeah, Simon Bourne. Yeah. Yeah, he's here as well somewhere. Okay. And yeah, so there's my very top of the crotal bell. Oh, it's nice. You cool. think so? Yeah, but it is. But it's better than It's no. better no, than no, a button. No, oh, and I did find a ring, but it's a pigeon ring. Oh. Goedemorgen deze morgen. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een frisse dag. Een frisse dag. Ja, er komt wat water uit de lucht. Hier in. Ja. Het rommelt wat. De meeste mensen zoeken hun heil toch wel in een steentje. Of in een teentje. Maar goed, het is niet anders. Het wordt vanzelf wel weer beter. Dat is het voordeel als het heel slecht is, dan wordt het vaak beter. Mag ik deze in de hoek zetten? Dan maken we een beetje een binnentent. Ga je mij nou in de regen zetten? Ik zet jou in de regen. Gerson, how are you doing? I'm fine. You're fine? Yeah, really. You went to the boxing box? Last night, yeah. Yeah. I was really, really... You was fucked up. Yeah, fucked up. Goedemorgen. Morgen. Zin in? Nee, want ik had hele mooie werklaarsjes mee om mee te zoeken. En die hebben precies onder die straal gezeten. Er zit een klein vijvertje in nu. Huh? Hoe gaat het met jullie? Goed. Heb je lekker geslapen? Jawel. Ja? Ja? Zeker weten. Ja. Dus jullie zijn weer helemaal fris en vrijdag voor vandaag? Ja, het is alleen kut weer. Mooi. We gaan straks spulletjes weggeven, dus iedereen probeert zich een beetje te verzamelen hier ook. Het is nu... Hoe laat is het? 10 voor 12, dus over 10 minuutjes gaan we beginnen met de raffle. En dan gaan we metaaldetector weggeven en wat tassen en wat dingetjes. Welkom. I will try to do my best to speak in English. I'm not English. I'm from Holland. Welcome at the quest tent. And we do a quick raffle. Because we had a lot of tickets and I thought we're gonna give one detector away. On the end of the raffle we're gonna do the main prize. That's a quest 2. It's a quest Q35 limited edition, included with pinpoint and finding pounds. But because we have so many tickets, we decided to also give the Quest Air, and that's a metal detector you can use with your phone. Okay, the first one, the hoodie. 28. Number 28. There's no 28? No. No 28? Okay, next one. We go to the other one. Huh? No, 27.
Misschien moet je het nummer laten zien, hè? Dat is heel veel. Wat zal het zijn? 191. Het Look like I'm a darting. You have to, because that is still. Thank you. Well, congratulations. Well done. Thank you. Please pack it. 2, 4, 3. 200. That's not a good number. You got one star. Congratulations. Two girls, come over here. You pick one. Don't look, don't look. Ooh, it's really a low doubt. Number. 135. Yes. Oh, well done. 100. Are there more prizes? Congratulations. Yes, we have to take a photo. Ik zei. Could have been anybody. Maar. Sorry. We hebben ook nog wat t-shirts, hè? Ik mag hopen dat je me niet in de maling neemt. Kijk, zit jij wel in de maling? Zet er zelfs in. Hé? Weet je wat het is? Nee? Dat is zo iemand die zere vingers hebt. Die doet die drie ringen om. En dan heb je... Ja, maar er zaten ook tekentjes in. Ja, het is zilver. Ja, voor reuma. Reuma, ja. Zo'n reuma ring is dat. Oh, ik heb ook reuma, man. Ik hoop niet in je kok. Kokkeren. Driedelige reuma ring voor je kok. Hey, is dat niet leuk? Ik heb zilver, ik ga goed met mij, man. Kijk eens hoe de volleerde metaaldetectorist hier een prachtig signaal heeft. Dat valt tegen. Maar, je graaft hem wel op. Ik ga hem wel even proberen, ja. Ik moet zo'n boormachine hebben, ja. Boormachine? Heb je dat filmpje niet gezien? Nee, dat is een drillboormachine. Ja? Oud ijzer. Oud ijzer, ja. Ik hoor het al. Ik heb geen idee. Ik denk wel iets heel ouds. Het is een beetje omgebogen. Ik dacht eerst dat het een fibula was, maar nou, we zien het wel. We laten het wel weer zien aan de Engelse kenners. Oeh, het is warm. Wel ja. Ben jij nat? Ja, zweet. Kijk eens wat ik gevonden heb. Ja, jullie weten misschien niet wat het is. En het komt omdat ik het ook niet weet. Maar je kan wel zien dat het echt super oud is. Het is een versierseltje en aan de achterkant zit een zilver staafje. Dus ik denk dat het ergens opgezeten heb of ergens aanhoort. Dit ziet er echt super oud uit. Nice find! Ik ga even naar Ruud toe, want Ruud schijnt iets moois gevonden te hebben op het veld. Dus ik ben heel benieuwd. Wow. Oh my god. Wauw, geweldig. Prachtig. Zie je zijn kop? Ja, ik zie het. Ik hou hem even zo voor de mensen thuis. Amateur allemaal mannetjes. Je wilt zien mijn balls? Ja. Klemt zei van niet. Je wilt zien mijn balls? Ik zei ook al dat mannetjes. Het zijn allemaal mannetjes. Zo. Ja. I think if you smoke it. Ja, Glenn zei, er zitten toppen in. Ja, maar het zijn wel mannetjes. Ruud, Glenn, hij zegt dat het mannetjes zijn. Er zit een top aan. Ja, maar ze zitten helemaal vol met zaad. Ja,
What kind of species? Ja, je kan roken. Nee. If you smoke it, there is so much seeds in it, you only get headaches. Oh, only headaches. Yeah, look. Everything of this. Yeah. Kijk, uit trouwens, want we'll hier is een seed. Oh. You see? Ja, ja, oké. Glenn. Hey. Waar was je al die tijd? Ja. Op. Op. Ja, best wel. Ik ben echt helemaal gesloopt. Ja. Maar het was wel een heel leuk. Maar het is ook de drukte, hè? Ja, het is veel. Daar word je moe van. Die plantjes hebben ons ook niet echt goed gedaan, denk ik. Jeetje. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. Volgende keer is het weer gewoon in Nederland. Maar dit was ons avontuur in Engeland. Verkeerd, wat noem je een avontuur? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.